Stadsschaapherder met een knipoog Willem Dijkema liet zijn schapen scheren bij het natuurhuis. Den Wessels, schapenscheerder uit Vriezeveen met 40 jaar ervaring, pakte het karwei voortvarend aan. Wat bracht je op het idee om het hier te doen? Nou ja, dan komt de klimaatburgemeester terug. We zitten hier bij staan hier bij het natuurhuis. Mijn zelfgenoemd gemeentehuis van de klimaatburgemeester. En ik vind dit zo'n fijne plek en ik wou een keer mijn schapen scheren. Daar waar andere mensen ook ervan kunnen genieten. Want tot nu toe deed ik het altijd ergens op de wei. Alleen met de scheerder. En dan waren we met z'n tweetjes en een bakje koffie. En nu kan iedereen ervan genieten. Volgens mij krijgt de scheerder nog wat extra, hè? Hij heeft koffie en een lekkere appeltaart van Margreet van het natuurhuis gehad. Ja, zeker. Ik ook trouwens, hoor. Zeg maar, waar ga je nou naartoe met die schapen zo meteen? Een deel gaat terug naar Tusveld. Dan lopen ze bij een particulier in de wei. En een clubje loopt op dit moment langs het Vislus, de visvijver. Heerlijk op groen gras. Gras hoort groen te zijn, maar de laatste weken is het allemaal geel geworden. Maar daar is zoveel water en schaduw, daar lopen ze lekker op groen gras. Is dat ook inderdaad groen gras met kruiden? Ja, er staan wel wat kruiden, maar er staat ook riet. Nee, dat valt een beetje tegen. Voor een schaapherder is er natuurlijk, heb je heel veel verschillende onderdelen waar je rekening mee moet houden. Maar kijk, als je de schapen gaat scheren, dan moet je wel heel goed weten van hoe scher ik een schaap en hoe haal ik het schaap er goed heel uit. En dat ik hem niet overal ga beschadigen. Dat is even, als je de schapen scheert, dan hoort het ook zo te zijn dat het dan wel heel vriendelijk is voor het schaap zelf ook. Dat je daar goede rekening mee houdt. Want zo'n beest heeft natuurlijk ook allerlei bollingen en hoeken. Ja, dat klopt. Je moet al die verschillende plekken waar het op zich gevaarlijk is om een schaap te raken, dat hoor je goed strak te trekken. Maar dat is voor een scheerder dat gaat gewoon automatisch. Daar hoef je helemaal niet gewoon bij na te denken. Dat zit gewoon in je handelen al. Ja, in je handelen al, hè? Ja. Want u hebt natuurlijk heel veel ervaring. Ja, ik scheer denk ik toch wel al 40 jaar. Dus, en dan zit ik er wel op heel veel schapen die ik geschoren heb. Klopt. Wordt het drukker tegenwoordig? Ja, het aantal schapenhouders is weer gegroeid, heb ik het gevoel. Ja, heel veel hobbyisten vooral. Ook met verschillende schapen. Maar die beginnen nu allemaal weer om schapen te houden. En je hebt nu ook heel veel kleine Franse schaapjes. Daarvoor hoef je niet veel grond te hebben. Dan hebben gewoon hobbyisten wel een aantal schapen bij huis. Dus dat is wel mooi. En vertel eens, wat gebeurt er nou met al die mooie wol? Ja, vroeger toen werd daar veel kleding van gemaakt. Maar in de huidige tijd hebben we niet veel kleding meer aan van echte schapenwol. En is het ook niet goed verhandelbaar. Er is op het ogenblik, ik hoop dat er weer ondernemers mag gaan opstaan om te zeggen van, wij gaan iets met die schapenwol doen. Op zich is het ook ideaal voor isolatie, heb ik gehoord. Het is even de vraag van, hoe ga ik dat aanpakken in het grote? Want er is heel veel schapenwol hier in Nederland. Voorlopig zit u niet zonder werk? Nee, het is ook gewoon een hobby voor mij. Dus het is geen hoofdtaak, maar als hobby is het heel leuk om te doen. Het is ook voor even, het is ongeveer in het jaar 4,5 maand, dan al om te scheren. Ja, want je gaat ze niet midden in de winter van hun jasje ontdoen. Dat kan wel. Je hebt ook schapenhouders die hebben de schapen in de hokken in de winter en die scheren ze dan ook in de winter. Om de groei, dan gaan ze gewoon nog harder groeien, want dan haal je alle smeer weer van de huid af en dan groeit het schaap nog harder. Maar dan hou je ze gewoon in de schuren, in de hokken. Oh,